Ja, Lieke, ik zag je net even op de foto gaan met Affalay en zelfs een knuppel voor geven. Volgens mij moet er nog even bijkomen. Ja, helemaal. Ik wacht al 10 jaar op deze dag, dus eindelijk. En ik dacht dat ik het niet zou halen, maar gelukkig wel. Ja. Hoezo wacht je al 10 jaar op deze dag? Ik ben al 10 jaar super fan en het is er nooit van gekomen om naar een wedstrijd toe te gaan of hem op te zoeken of zo. Dus nu dacht ik van, ik moet naar de open dag en dan, ja. Wat maakt Affalay zo leuk? Alles. Het is gewoon lekker zichzelf. Hij ziet er knap uit. Heel schattig. Dus ja. Vooral dat laatste volgens mij, hè? Ja. Ja. Alles hangt vol van Affalay op mijn kamer. Dus ja. Kun je even vertellen, wat gebeurde er met jou op het moment toen je daarvoor stond? Ja, echt 10 jaar wachten en dan komt eigenlijk alles komt naar boven. Dus ik was echt super blij. En ik moest die knuffel gewoon hebben. Ja? Ja. Wat gebeurde er een beetje op dat moment toen hij die knuffel even gaf? Ja, ik dacht... Eindelijk, ja. Eindelijk. 10 jaar, eindelijk. Ja. Zover, ja. En is het 06? Nee, helaas nog niet. Misschien ooit nog. Ja. Ja. Nee, jij bent dit jaar wel vaker te vinden bij PSV. Ik denk het wel. Ik hoop het. Ja.